Weet je, ik bedoel, ik heb ook gewoon dat, weet ik veel, mijn zoontje die zat gisteren Goat Simulator, zeg, mag ik een DLC voor Goat Simulator? Ik zal alleen als het op Game Pass staat, krijg ik zo'n mailtje, gefeliciteerd met uw aankoop, u heeft €20 uitgegeven aan de DLC van Goat Simulator, weet je. En ik heb zoiets van, nog één keer, en ik trap die hele pleurs Xbox het raam uit, weet je. Ik word er zo kwaad van. Ja. En dat is wat je dus, dat soort scheid, dat je dus niet de toegang tot aankopen uit kunt zetten. En kinderen die vervolgens shit gaan lopen aankopen. Ja.